Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zien jullie weer een Skyblock aflevering. En vandaag gaan we bezig met het onderste plateau, zoals jullie kunnen zien. Dit is onze bovenste plateau, die komt hierheen. En dan gaan we zo nog steeds verder naar onder. Voordat ik ga beginnen met deze aflevering, wil ik jullie ook even mededelen dat ik een nieuwe microfoon in huis heb. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van het nieuwe geluid vinden. Laat dat even in de reactie onder deze video achter. Zodat ik ook weet of het een beetje vooruitgang is geweest, deze microfoon. En dan, ja, wat ga ik vandaag doen? Dat is dus hier in principe een farm aanleggen. Ik wil hier onder gewoon een farm. Ik weet ook helemaal niet waarom, maar ik heb 64 deurs gekocht. Dus dat is best wel een grote farm die ik kan maken. Ik weet ook nog niet waarvan ik precies die farm ga maken. Ik weet wel dat we de hele ondergrond van stone gaan maken. Waarom ik voor stone heb gekozen, dat is, ik vind stone best wel mooi uitzien. En dan kan ik altijd op die stone van alles en nog wat gaan neerleggen. Ik ga sowieso waarschijnlijk ook heel wat spul nu verspillen eigenlijk. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want het gaat mij erom dat het mooi komt uit te zien. En gewoon ook lekker makkelijk is. Dus vandaar ook dat ik op dit moment gewoon ervoor kies om gewoon heel makkelijk die stone neer te leggen. Krijg ik hem niet terug? Nee, blijkbaar niet. Jammer. En dan op het moment dat ik die stone heb neergelegd, dan gaan we beginnen met overal deur erop te leggen. En dan gaan we allemaal kleine farmpjes maken voor deur. Zo hebben we er eentje voor aardappels, er komt er eentje voor meloen, voor wortels. En verder weet ik het eigenlijk niet helemaal wat er allemaal op gaat komen. Maar ik weet wel dus, wat ik al zeg, dat hier de farm gaat komen. Nou, ik ga deze weer weghakken. Moet ik heel goed kijken of ik nu wel een blokje terug krijg. 9364. Nee, ik maak ze helemaal kapot. Ach ja, maakt niks uit. Het was wel flink wat werk om al die stone te maken. Want natuurlijk, die moet eerst de cobblestone in die oven. Maar ja, dan heb je ook wat. En zoals jullie kunnen zien, ziet dit al wel best wel leuk uit. Dus ik vind het leuk uitzien. En dat is ook het belangrijkste. Nou, oh damn. Nou, gaan we verder met de stone plaatsen. Zo, even kijken. Waar gaan we nu naartoe? Zo, nog even wat meer stone. Nee. Ja, als ik zo doorga, dan hou ik daar niks meer over. Ik moet wel een beetje gaan opletten wat ik aan het doen ben. En dan gaan wij even kijken. Hier waarschijnlijk een poort maken of zo. En dan denk ik dat ik hier gewoon naar deze kant toe ga. Maak hem wel even 5 breed. Waarom 5 breed? Dan heb ik ook meer dan voldoende ruimte. Want als je het allemaal net op het randje moet doen. Je hebt net je hele farm leeggehaald en je valt weer omlaag. Dat is gewoon een zonde. Dus dan kun je beter kiezen om gewoon lekker een brede farm te maken. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan ga ik hier sowieso even vast beginnen. Zo. Dit is het eerste farmpje wat er gaat komen. En is het nog best wel gevaarlijk. Dus ik ga er nog even een randje voor de zekerheid omheen maken. Want om nu omlaag te vallen, nee, daar heb ik nog niet zo heel veel zin in. Zo. Holy crap, ik zie ook al dat ik level 50 ben. Dan wordt tijd dat ik een keer een enchantment tafel ga kopen. Want die kan ik goed gebruiken. Oh. Ja. Toen was het een beetje heel erg op. Nu zit ik te denken om hier eigenlijk gewoon ook zo'n reeks te maken. Zo, dus 1. Maar die kan dan net zo goed ook eigenlijk net al verder worden gemaakt. Dus laten we dat ook dan even gaan doen. Nou, heel mooi ziet het er niet uit. Dat moet ik eerlijk toegeven. En dan gaan we deze ook weer breder maken. Want ik heb toch meer dan genoeg over.
Voilà. Even kijken. En dan maken we hier nog een rijder langs. Dan doen we dit maar wel even zo. En dan deze weghakken. Nou, er steeds er een aantal over. Het zijn er niet genoeg voor dit helemaal af te maken. Hoewel, oh, komt precies uit. Ik zou toch wel een heel mooi farmpie. En dan moet ik hier dadelijk nog eentje neerleggen. Maar ja, dat komt al vanzelf. Zo, dan gaan we even omhoog. Even kijken of ik daar nog ergens wat zombies kan killen. Oh. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Ja. We zitten weer in de lift. We zijn weer onderweg naar boven. En dan gaan we eens heel even kijken wat we hier kunnen halen. Ik heb sowieso water nodig. En dan heb ik wat zaadjes nodig. Dus even kijken of ik nog wortels, wat even dan ook kan vinden. Nou. Is dit een vreemde kip? Dit is hij. Nee, dan is net toch die eerste kip met de naam Ricardo. Die is blijkbaar toch neergevallen omlaag. Daar ga ik helemaal niet zo blij om, nu ik dat zie. Hallo jongens. Zo, laten we hier eens even wat van die hele mooie zombies slash creepers allemaal gaan killen. Daarvoor hebben we dit ook eenmaal gebouwd. Opzakkaré. Nou, bijna. Kom even omlaag, spin. Ja, dank u. Nee, kom op. Nee, die wolven hebben mijn schaap opgegeten. Wil je een stuk vlees? Wat? Waarom hebben die mijn schaap opgegeten? Ik heb ze helemaal geen toestemming voor gegeven. Misschien lust die wel een stuk rauwe kip. Nu? Hey, hier nog een schaap. Wat stikt die van de schapen? En dan nog een... Nou, er komen steeds meer dieren hier op een eiland. Wel gezellig zo. Even kijken. Wat hebben we nodig? We hebben deze nodig. Hoorde ik daar net een wolf tekeer gaan tegen mijn schaap? Ik zou van die kip afblijven als ik jou was. Als jij deze kip grijpt, dan grijp ik jou. Is dat een afspraak die we kunnen maken, Wolf? Nou, dan gaan we weer verder met wat onze missie was. Ik zal even ook wat eten meenemen. Nemen we meteen even... flink wat van die wortels mee. En dan wat nemen we nog meer mee? Aardappels nemen we mee. Nou, zo. En ondertussen kan ik dan wel wat wortels eten. Zo, dan gaan we op weg naar onder. Gaan we even die wortels en die aardappels planten. Oh, wacht. Vergeet ik bijna mijn buckets met water. Anders gooit het ook helemaal niet. Heel erg slim van mij. Ik had 5 van die buckets, dus dat moet goed komen. Dus ja, dan hebben we voorlopig even voldoende. Dan gaan we eens even omlaag. Alle deuren dicht. En dan gaan we op chakaré. Uh-oh. Creepers en zombies. Lijkt me niet zo'n goed idee nu om hier naartoe te gaan. Sowieso niet zonder wapens. Dus wat ik heel erg ga doen is eerst een zwaard halen.
En dan ga ik even wachten totdat het dadelijk weer licht wordt, denk ik. Maar het is toch licht? Ik dacht dat het net licht is geworden. Ja, het was net licht geworden. Oké. We hebben sowieso ook wat toortjes nodig nu. Want het is me nu een beetje heel erg gevaarlijk om daar naartoe te gaan. Even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik kan ook gewoon een boog meenemen. Nemen we die boog mee. En dan doen we er even wat pijlen in. 10 pijlen, zou dat genoeg zijn? Echt niet weten. Nemen we wel ook even wat toortjes mee. Oh wacht, hier 64 pijlen mee. Dit moet genoeg zijn. En dan hopen dat het daarna ook wat veiliger blijft. Nou, daar gaat die jongens. Een zombie nummer 1. Nu mag ik echt absoluut geen fout gaan maken. Kom op. Die is dood. Nu dat laatste ding nog. Die is raak. Die was raak. Kom op. Kom op. Nog niet dood. Nou jongens, daar gaan we. Heel even heel snel wat toortjes neerzetten. Voordat dadelijk weer van allerlei van die dingen hier op mijn eiland spawnen. Daar heb ik absoluut geen zin in. Zo, licht in de tent. Hier kunnen we nog wat licht neerzetten. En dan gaan we dit even vullen met water. Kijk, dit is wel handig. Dan gebruiken we dit even om te vullen. Zo. Kijk, nu zijn we zo klaar hier. En die staat ook. En dan hebben we er hier nog. Even kijken, hoeveel moeten er nu nog? 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Zo. Nou, dan zijn we hier bijna klaar. Deze nog even. Die is klaar. En de laatste. Zo, dan is dit allemaal klaar. Nou, dan gaan we nu even het klaarmaken. Zodat er dadelijk de wortels en alles op kan. Oh, ik dacht dat het klaar was. Blijkbaar is hij nog niet helemaal af. Nou, dan pakken we toch gewoon even een nieuwe emmer water erbij. Zo. Ja, nu is hij helemaal klaar. Nou, dan gaan we de wortels erop zetten. Zo. Een hele stek wortels. Oké, dus geen aardappels dan. Maakt me ook helemaal niks uit. Nou, dan nog een paar aardappels. Zo, 2 aardappeltjes.
Staan ze er toch op? Ja, en we gaan weer omhoog. Nou, nu kan hier mijn farmpje mooi gaan groeien. Gaan wij even omhoog alles weer netjes wegzetten. Netjes alles opbergen. Kom op. We zijn er bijna. Oeh, dat was net op tijd. En nog een kip. Nou, het was hier steeds gezellig op mijn eiland. Zo, dit farmpje laten we even zitten. En dan doen we dit even allemaal in de rommelkist maar even. Maak hier maar even een rommelkist van. Voor vandaag. Zo, dan is alles weer netjes opgeborgen. Nou, dan hebben jullie vandaag kunnen zien hoe ik onder die farm ben gaan bouwen. En dan wil ik jullie ook allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik echt tot de volgende keer.